Voor mij persoonlijk is het een stukje waardering wat ik krijg als boer. Juist omdat we die verbinding met die stad hebben. En dat die mensen ook echt hier op de boerderij komen. Die meewerken en meeleven ook wel met het reilen en zeilen van de boerderij. Mijn naam is Natasja Hokke en ik ben boswachter op het Rotterdamse platteland voor natuurmonumenten. Ik ben Albert Boersen, ik ben natuurinclusieve boer in Rotterdam. Mijn naam is Marius, ik ben programmacoördinator bij Rotterdam de Boer op. Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij gaat Rotterdam weer letterlijk de boer op. Samen met partners gaan we de Rotterdammer bewust maken van de impact van hun winkelmandje op de natuur in hun omgeving. En dat doen we onder het motto: eet natuurlijk lokaal. Rotterdam de Boer op is afgelopen 2 jaar samen met boeren aan de slag gegaan om te kijken hoe we meer natuur op het Rotterdamse platteland kunnen brengen. En we moeten het gewoon ook echt allemaal met z'n allen gaan doen om die biodiversiteit weer terug te brengen. Dus in de natuurgebieden, maar ook in de stad en op het boerenland. En we hopen natuurlijk een inspiratiebron te zijn voor andere delen van het land. En dankzij de Nationale Postcode Loterij kunnen we dat dus ook echt gaan uitwerken in die delen. Ja, als boer zijn is die waardering wel iets wat ik gemist heb eigenlijk de afgelopen tijden, jaren. Als we dit de komende jaren een stap verder kunnen brengen, dan zijn wij hartstikke blij.